Yes, daar zijn we. Hallo. Goed dat jullie er weer zijn. Leuk. Er komen rustig mensen binnen. Yes. Hallo daar. We gaan zo weer lekker bewegen. Lekkere training doen. Ja, veel mensen. Helemaal mooi. Ik ga even showen welke materialen we kunnen gebruiken. Dat is een bezem of dwel vandaag. Met een rugzak. Die kan je er aan hangen straks. Voor gewicht. Of dumbbells of een resistance band zou je ook kunnen gebruiken als je dat niet hebt. Voor de andere oefeningen heb je in ieder geval twee gewichten nodig. Je kan twee potten rijs pakken, twee dumbbells kan ook, twee flessen water. Zodat je die 200 gelijk kan gebruiken straks. Een handdoek. Handdoek heb je nodig. En dat is het wel eigenlijk. Hey Yves. Top dat jullie allemaal meedoen. Leg lekker alles klaar. Ik geef je nog even de tijd om alles te pakken. Flesje water is ook wel handig. Het is hier al lekker warm. Zon schijnt fel naar binnen. Oké, hebben we er zin in? Is de muziek een beetje goed te horen? Ben ik goed te horen? Let me know. Even kijken, oké. Deze. Dan gaan we zo gewoon beginnen met de warming-up. Ik ga wat duimpjes. Top. Good to know. Oké, dan gaan we lekker beginnen met opwarmen. Zijn er ook vrouwen die zwanger zijn die meedoen? Ik ga voor elke oefening die je dan niet kan doen, alternatief geven. Stel ik vergeet het, geef dan even een seintje. Yes. Oké, we gaan beginnen met air squats, een dead bug en een glute bridge voor de warming up. Ik ga gewoon de eerste voordoen. We gaan beginnen met de squats. We gaan er 10 maken. Oké, kom staan. Een air squat. Oh, deze aan de kant. Ja, kom in squatpositie. En daar gaan we. Die doen we 10 keer. 1. 2, gewoon rustig zakken. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laatste. Oké. De dead bug. Kijken of jullie deze kunnen zien. Ik ga mij voordoen. Dus op de grond. Oké, je gaat op je rug liggen. Handen gestrekt naar achteren. Oké, de camera moet echt naar voren. En benen ook gestrekt. Dan ga je je rechterarm en linkerbeen tegelijk laten zakken. Dus benen zijn als tafeltje. Rechterarm, linkerbeen. Zakken en weer omhoog. Andere hand en been. Zakken en weer omhoog. Oké, hou goed die spanning op je buik. En dan heb je hem. Als je nou zwanger bent, mag je deze doen. Kom je juist op handen en knieën. Ga je rechterarm, linkerbeen strekken. En weer terughalen. Strekken en weer terughalen. Oké, we doen 20 herhalingen totaal. Bij de dead dog wissel je af. Bij de bird dog doe je eerst 10 aan één kant, 10 aan de andere kant. Oké, let's go. Armen en benen omhoog. En dan gaan we 1, 2. Probeer de beweging juist rustig te houden. Goed die spanning op je buik. 4. En dan ga je hem echt voelen. 5. 6. 7.
8, 9, 10. We doen er nog 10. 1, 2, 3, hou het op, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laatste, 10. Oké. Ging niet goed? Laatste warming-up oefening. En dan gaan we het rondje nog een keer doen. Is de glute bridge plus reach. Ga je op je rug liggen. Je gaat zo een glute bridge maken. Dus billen rug op de grond, voeten plat op de grond. En dan gaan we zo de heupen omhoog duwen. Daar komt bij dat als je je heupen omhoog hebt, hou je ze omhoog. Dan reik je met je linkerarm helemaal over je rechter schouder heen. Tik je de grond aan. Heupen hou je hoog. Tik je met je rechterarm links de grond aan. En dan kom je terug. En dan gaan we weer omhoog. Oké, gaan we 6 keer doen. Dus 1 keer is als je en rechts en links hebt aangetikt. Oké dan. Dus. Ga 10, maak een glute bridge. Heup omhoog. En tik 1 kant aan. Terug. Andere kant. Heup weer omlaag. Dat was 1. Dat is 2. Gaan we nog 1 keertje doen. Die laatste, als je zwanger bent en je buik zit in de weg. Dan is over je heen rijken niet fijn. Dus hou hem dan gewoon bij alleen de glute bridge. Dus alleen de heup omhoog. Oké, gaan we weer 10 air squats maken. Let's go. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, door naar de deadlift. Of dus de burpdog op handen en knieën. Gaan we voor 20 herhalingen. Oh, hoe is dat erbuiten? Oké, daar gaan we. 3, 2, 1, let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 10. Rustig blijven zakken. En rustig terug. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En de laatste. 10. Oké, door naar de derde. Ja, de poes. Oké, glute bridge plus de reach. 6 in totaal. En daar gaan we. Heup omhoog en reach. Andere kant. Oké, en terug. Dat was 1. 2.
En 4. Oké, nog 1 keer. Yes. Oké. Zijn jullie een beetje opgewarmd? Even kijken. Als je vragen hebt, stel ze vooral. Ik lees ze tussendoor. Ik voel mijn heup knakken bij de deadbug. Is dat normaal? Ja, dat kan heel goed dat je hier een knoop voelt, zeg maar. Belangrijk om echt heel goed de spanning op te houden. Dus vanaf boven spanning erop te zetten en dan rustig laten zakken. Als je die spanning heel goed behoudt, dan zou die knoop weg moeten gaan. Maar het is niet erg. Als het geen pijn doet, is het niet erg verder dat die er is. Maar die spanning is daar dus heel belangrijk voor. Dus die kan je straks nog eens even proberen. Oké, zijn we een beetje warm? Ik wel al. Dan gaan we door naar het eerste setje oefeningen. 2 oefeningen. Die gaan we 3 keer doen. En ik ga de eerste even laten zien. Een bent over row. Hier mag je dus de dumbbells verpakken met de gevulde rugzak. Of als je dumbbells hebt, dumbbells. Ik doe me eerst even hiermee voor. Deze dumbbell hou je zo vast. Rugzak in het midden. Oké. Voeten op. Schouderbreedte. Buig voorover. En vanuit hier trek je je armen naar je middel. Helemaal strekken. Helemaal optrekken. Yes. Oké. Dumbbells. Hetzelfde. Heb je nou geen dumbbells, maar wel een resistance band, kun je het volgende doen. Daar kan je op gaan staan. En die kan je ook naar je zij trekken. Yes. Oké. Pak je materiaal erbij. Kijk wat jij kan gebruiken. En dan gaan we voor 12 tot 15 herhalingen. Oké. Get ready. Daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Heel goed. Kom op. 8. 9. 10. 11. Als je de 15 kan, doen we lekker 15. 12. 13. 14. 15. Oké, super. De volgende is een staggered hip thrust. De hip thrust kennen veel wel. Ik kan met je rug op de bank liggen, ga ik zo voordoen. Staggered is dat je één been iets naar voren zet. Ga ik even laten zien. Dus hip thrust, ga tegen je bank of stoel aan zitten. Met je schouders, voeten plat op de grond. Duw je hielen in de grond, heupen gaan omhoog. De schouders liggen op de bank. Nu staan beide voeten op de grond, maar ik wil één voet stukje naar voren zetten. Dan zet ik mijn hak daar neer. Dan ga ik zakken en heup omhoog. Dus eigenlijk sta ik op één been uit door die een stukje naar voren te zetten. En het been dat op de grond staat doet nu dus bijna al het werk. Dus wordt die zwaarder daardoor. Deze gaan we dan ook aan twee kanten doen. Je kan deze zwaarder maken door een gewicht op je heupen te leggen en die gewoon mee te nemen omhoog. Een dumbbell, een iets, maar je kan ook zonder. Oké. Even kijken, ga ik een stang, zeker, dat is ook goed natuurlijk. Een kettlebell kan ook, kun je ook op je heupen zetten. Oké, 12 tot 15 herhalingen. Let's go. Kijk of je goed zo goed ziet. Oké. Ja. Eén voet zet je dus een stukje naar voren op de hak.
En dan gaan we zakken. 1, 2, 3, 4. Haal je kin goed op je borst. 5, dan blijf naar voren kijken. Dat is beter voor je nek. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kom op. 14, 15. Oké, dus we doen meteen van been. Andere voet gaan we nu iets naar voren. En dan maak je evenveel herhalingen als met je andere been. Je moet wel balans blijven. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kom op, heel goed. 7, 8, 9, 10, nog 5, 11, 12, 13, 14, laatste, 15. Oké dan. Hey Niels. Vergat ik net te zeggen. Ben je zwanger, dan kunnen deze oefeningen beide wel. Maar mocht de hip thrust niet fijn zijn, zo, dan kan je hem gewoon met beide voeten op de grond doen. Dus gewoon een normale hip thrust. Oké, volgens mij gaat hij helemaal goed daar. Dan gaan we gewoon door met ronde 2. Yes, dus weer bent over row. Oké. Ik zal hem nu met de resistance band doen. Zijn vast mensen die het ook doen. Oké, mag je klaar gaan staan? Ik heb een niet een hele resistance band, maar hiermee kan ik ook. Zijn we ready? Gaan we voor 12 tot 15 herhalingen. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oké, kom op, 10, 11, 12, 13, ga voor die 15. 14, 15. Oké dan. Even kijken, geen geluid meer hoor ik. Is het nu weer te horen of niet? Wel? Oké. Dan hoop ik dat iedereen me gewoon nog kan horen. Volgens mij staat er niks uit. Maar let me know als het niet zo is. Oké, gaan we door met de staggered hip thrust. Pak er nu even een dumbbell bij. Top, hij doet het weer. Gelukkig. Oké, let's go. Oké. Ja. Oké. Gaan we liggen. 1 voet. Een stukje naar voren. Je kunt aanhouden dat je hak net voorbij de tenen van je andere voet staat. En daar gaan we. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kom op. We gaan voor die 15. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, yes. Andere voet gaat voor. 3, 2, 1, daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 5, 6, kom op, 7,
8, 9, 10, 5, 11, 12, 13, we zijn er bijna, 14, 15, 10. Ah, fijn Niek. Oh. Kijk, je voelt het in je onderrug. Nee, je wilt het niet in je onderrug voelen. Waar je dan even op mag letten, is dat als je omhoog komt, dat je niet je rug gaat overstrekken, maar dat je je billen aanspant. Dus je wil niet hierheen, maar echt omhoog en alleen die squeeze maken in je billen. En niet verder. Hou goed je kin op je borst. Want dat zorgt er ook voor dat je niet die overstrekking in je rug kan maken. Kijken of dat helpt zo. Kijk, is het mogelijk om iets minder pauze te doen tijdens de oefeningen? Ja, ik snap dat het soms inderdaad wat lang is. Ga het proberen. Oké, dan gaan we door met de bent over row. Let's do it. Spanning in je nek. Bedoel je dat ook bij de hip thrust? Want dat kan je ook door deze. Kin op je borst houden. Goed, naar voren blijven kijken tijdens de beweging. Dat is het fijnste voor je nek. Probeer dat even. Oké. Bent over row. Laatste ga ik met dumbbells doen. Dus pak je spullen erbij. Gaan we voor weer 15 herhalingen natuurlijk. Oké. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kom op, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Yes, oké. Dat was de laatste bent over row. Gaan we door naar de hip thrust. Ook de laatste keer. Pak er weer een dumbbell bij. Oké dan. Kom op je lichaam. Even goed. Iets naar voren. En daar gaan we. Zakken. En 1, 2, dus goed, naar voren blijven kijken, kin op je borst halen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kom nog 3, 13, 14, 15. Oké. Andere been. Gaan we in 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. Moet die billen aanspannen hier. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, kom op, 14, 15. Oeh, nou, ik krijg het wel warmer. Ik hoop jullie ook. Moet je met deze oefening je rol maken? Was dat voor de bent over row? Ik wil eigenlijk een neutrale rug houden. Niet hol en niet bol. Oké, even een slokje water. Gaan we door met de volgende oefeningen. Weer 2, gaan weer 3 setjes doen. Dat is een shoulder press. Dus je mag 2 gewichten erbij pakken. 2 flessen, 2 dumbbells. Kan eventueel ook met een resistance band. Als je zo'n hele hebt, helemaal sluit.
Even kijken hoor. Mijn gewicht zou ik nog even ready maken. Dus pak dat erbij. En voor de andere oefening daarna heb je niks of één gewicht nodig. En dan hou je hier het touw vast. Ga je van hier, duw je de band omhoog, komt hij weer terug. Oké. We gaan voor 12 tot 15 herhalingen. Dus als je wat lichter gewicht hebt, ga dan voor die veel herhalingen. Daar gaan we. 3, 2, 1, let's go. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, kom op. 11, 12, 13, 14 en 15. Oké. Heb je nou wat lichter gewicht en je zegt ik doe er 20, ik kan door tot 20, doe er dan 20, dan haal je dat volume een beetje omhoog. De volgende oefening. Kijk hoor, kan ook als je zwanger bent, maar als je derde trimester bent is die misschien niet zo fijn, dus geef ik zo even alternatief. Kijken, ja. We gaan op de grond liggen, de frog lift. Oké. Je gaat zo op de grond zitten. Voeten dus tegen elkaar aan je voetzolen. En dan ga je de rug op de grond. Handen plat naast je neer. En vanuit hier, hoofd mag je op de grond leggen, ga je heupen omhoog en squeeze je in je billen. Oké, dus vanaf de grond tik je aan, omhoog. Squeeze in je billen. Terug. Oké, dat is hem. Je kan eventueel een gewicht op je heupen nemen om het zwaarder te maken. Voor als je zwanger bent en hij is niet fijn, mag je deze doen. Eén hand op je rug, één hand op je buik. Je gaat met je heupen richting je hielen en je komt omhoog. Als je omhoog komt, span je je billen aan. Oké. Daar gaan we. 12 tot 15 herhalingen. Ah, fijn dat het hielp. Oké. De frog lift. Gaan we klaar liggen. Je kan er dus een gewicht bij pakken, dat hoeft niet. En daar gaan we. 12 tot 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goed aanspannen, hoofd in. 8. 9, kom op. 10, 11, 12, 13, 14, 15, yes. Oké, dus dat zijn de twee waar we nu mee verder gaan. Shoulder press en frog lift. Oké. Ga voor de shoulder press, pak je gewichten erbij. Gaan we lekker door. Oké, 12 tot 15. En als je meer kan, mag je doorgaan.
100. Nee, grapje. Oké. Okay. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go op. 11, 12, 13, 14, laatste, 15. Oké, het wordt hier echt wel lekker warm. Alright, door naar de forklift weer. Ja, kunnen we? Dan gaan we. Oké, kom maar liggen. En 3, 2, 1, we gaan omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom op, minstens op 5. 12, 13, 14, 15. Alrighty. Zijn er nog vragen? Oké, laatste ronde. Shoulder press. There we go. Stil, dus ik denk dat alles goed gaat. Oeh, oké. Klaar voor? Gaan we weer. In 3. Stevig staan. 2. 1, ready, 1, 2, 3, 4, 5, oké, heel goed, 6, 7, 8, 9, kom op, 10, 11, 12, yes, 13, 14, 15. Woe! Gaat lekker. Good to hear. Oké, we gaan gewoon meteen door naar de forklift. Nog één keer. Oké. Ja. In 3, 2, 1, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, kom op hè. 13. 14. 15. Dat was de tweede set. Oké. Oké. De volgende heb je handdoek nodig. We gaan de... Niet hiervoor, maar we gaan de handdoek plank in uit doen. Dus we gaan met onze voeten op die handdoek sliden, zeg maar. Dus ik ga hier even het kleed aan de kant leggen, want het liefste wil je dus een vloer die goed glijdt met handdoek. Als je dat niet hebt, geef ik zo even een alternatief. Wat een hitte, inderdaad. Echt warm. Oké. Zo. Oh nee, ja deze. Zie.
wordt misschien wel lastig te zien. Oké, ik ga hem even voordoen. Voeten, tenen zet je dus op je handdoek. En je maakt een plank op je onderarmen. Oké, dan ga je voeten intrekken. Je slide naar boven. En je komt rustig terug in de plank. Blijf de spieren aanspannen om in te trekken. Rustig terug in de plank. Oké. Kan dit nou niet? Je geen gladde glijvloer? Dan mag je de volgende doen. Mag je de plank doen. Of gewoon een plank op je onderarmen. Deze vasthouden. Of een hoge plank. En dan doe je om en om je been optillen. Oké, als je zwanger bent. Een plank elevated. Dus een plank op de bank, op een verhoging. Of een side plank op je knieën. Vanaf je knieën. Zoals deze. Oké, heeft iedereen dat klaargezet? We gaan ervoor. 8 tot 12 herhalingen. Zeg je, kan er makkelijk 15. Doe je er 15. Yes? Oké, there we go. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, kom op, 6, 7, 8. 9, nog een paar. 10, 11, 12. Oeh, dit is bezig. Oké dan. Niet op je handen. Nee, onderarmen. Maar mocht je dat willen doen, kan dat ook. Oké, dat was de eerste van deze set. De tweede. Wordt een side lying abduction met gebogen knie. Dus we gaan liggen. Knie gebogen, deze hoek. En ik steun hier. Eigenlijk lig ik hier plat op mijn arm. Dus je hoofd mag je ook neerleggen. Oké. Knieën gebogen en deze been gaat omhoog. Oké. Ik wil aanspannen, omhoog, rustig terug. Oké, je kan hier eventueel. Ik sta op mijn ellebogen. En je voelt het als het goed is in je buik. Die spieren span je aan om je benen in te trekken. Oké, met side-lying abduction mag je een mini-bend boven je knie doen. Dat geeft gewoon extra weerstand, wordt die moeilijker. Oké, die doen we aan twee kanten. 12 tot 15 herhalingen. Kijken of jullie hem ook helemaal kunnen zien. Oké, we gaan ervoor. Yes, dus je mag lekker gaan liggen. Kijken of de benen nu in beeld zijn. Ja. Oké. Benen gebogen. Daar gaan we. Deze ga je ook in je beeld voelen. 1. Rustig terug. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oké. 8. Hou hem rustig. 9. 10. 11. 12. 13. 14. De laatste. Yes. Oké, andere kant.
Daar gaan we. Hoop opschrijven. Oké. 1. 2. 3. 4. Maak even herhaling met deze kant als met de andere. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 op 1. 15. Oké. Dit is echt wel hier. Oké, heeft iedereen die lekker? Gaan we weer naar de handdoek. Plink in uit. Oké, let's do it. Burn. Dat willen we natuurlijk, hè? Oké. Handdoekplank. Daag je uit om gewoon even één herhaling meer te maken dan net. Want die zit er echt wel in. Gaan we. 8 tot 12. Oh, deze gaat weer. 'Focus te leggen op deze aanspannen en daarmee je heupen de lucht in te krijgen. Oké, laatste ronde.
En dan hebben we nog een leuke afsluiter natuurlijk. Klaar voor? Oké, blijf het zelf uitdagen, hè? In 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4, kom op. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Laatste. 12. Woehoe. Lekker bezig. We gaan meteen door. En liggen voor de laatste oefening. Oké dan. Drie, twee, één, gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kom op haar volgende 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14 laatste. 15. Oelala. Alle kant. En 3. 2. 1. Open. 2. 3. Kom op. 4. 5, 6, 7, 8, hou vol, 9, 10, 11, 12, 13, 14, laatste, 15. Oké. Top. Jongens, helemaal goed. De finisher, jullie zijn vast super benieuwd. Oké, wat we gaan doen is we gaan eindigen met een Tabata. Yes, dat gaan we ook redden in de tijd. Oké, Tabata, dus 20 seconden werken, 20 seconden rust. En we gaan twee oefeningen doen. Beide oefeningen doe je dus 4 keer uiteindelijk. Split quad jumps en een plank waarbij je up en down gaat op je armen. Ik ga ze even voordoen. Oké. Split quad jumps gaan als volgt. Split squat en je jumpt naar de andere kant. Oké, je zakt met je knie zo laag mogelijk tot net boven de grond. En dan spring je naar de andere kant. Oké, plank. Up en down. Je begint hoog. Hoog plank. En dan ga je naar je onderarmen toe. Dus je gaat omlaag. Dan ga je weer omhoog. Oké, andere kant op. Zodat allebei de armen aan beurt komen. Omlaag. Omhoog. Alright. Springen doen we niet als je zwanger bent. Dus dan mag je in plaats van de split quad jumps een back lunge maken. Deze. En in plaats van de plank up en down mag je een elevated plank maken op de bank. Of vanaf je knieën en op de bank. Of een side plank vanaf je knieën. Is dat een goede, is dat een alternatief ook voor jou? Denk ik wel.
Dus als je niet kan springen, yes, tof, back lunge. Oké, ga ik de timer zo aanzetten, zijn we ready? Want we gaan dus 4 minuten lekker zweten. Dat moet goed komen. Dus, get ready. En dan gaan we ervoor. We wisselen dus steeds af. We doen split squat jumps, daar beginnen we mee. 20 seconden rust, dan 20 seconden plank, 20 seconden rust, 20 seconden split squat jumps. Oké. 3, 2, 1, go. De split squat jumps. 20 seconden, jongens. Hou vol. Hou het tempo aan. Yes, oké. 20 seconden rust. Oké, kom vast in die plank staan, zodat je zo meteen kan beginnen. 5 seconden. En go. Oké. Wissel steeds van arm, gaat niet begint. Yes. En weer rust. Dat was ronde 1. We doen er 4. Oké, kom staan. In 5 seconden gaan we springen. En go. Lekker bezig, jongens. Hou het vol. Yes. Oké. Tweede keer planken. Oké, kom maar staan in 4, 3, 2, 1. Ja. En kun je sneller, mag je de tempo zeker verhogen. Oké dan. Ja, 4. Oké, we hebben 2 gehad. Op de helft. Gaat best goed, toch? Oké, 5 seconden voor we gaan springen. En go. Kom op. Blijf bewegen. We zijn er bijna. Alright. Kom even op adem. So sweaty. Oké, in 5. En go. Oké, guys, nog 1 ronde. Ja, je mag ook jumping jacks doen als je last krijgt van je lies bij de split squat jumps. Ik zou nog squat jumps kunnen proberen, maar misschien doet het ook pijn. Oké. Let's go. Springen. 1, 2. Oké, zijn we er alweer? Laatste keer springen. Kom op.
Yes. Oké. Okay. 20 seconden rust. Dan de allerlaatste. Dan zit hij erop. Oké. Okay. Nog één keer de plank. In 5, 4, en go. Hou vol, kom op. Laatste ronde, daar kan je alles geven. Oké dan. Lekker gedaan, jongens. Echt. Top. Ik hoop dat jullie net zo warm hebben als ik. Oké. Dit was hem. Ik hoop dat jullie het lekkere workout vonden. En weer lekker vol energie de dag in gaan. Graag gedaan. Haha, lekker hoor. Achteraf is altijd goed, toch? Hey, heb je nou een stukje gefilmd? Zet het dan in je story en tag ons. En gebruik de hashtag blijf thuis, train thuis. Vinden we leuk, kunnen we zien wie er allemaal lekker meededen. En ik ben er zaterdag weer, maar morgen zijn we er ook gewoon weer. Kun je ook weer meedoen. Dus ik hoop jullie gewoon weer lekker te zien. Graag gedaan, jullie bedankt. Ik kan jullie wel niet zien, maar ik voel dat we met z'n allen aan het sporten zijn. Dus dat is heel leuk. Lekker jongens. Oké, hey. Fijne dag. Tot snel. We zien elkaar weer. Doei!